Zijn we nog in Borculo, Gerrit? Ja, we zijn nog in Borculo. Dit is toch Borculo? Ja, dit is Borculo. Oké, Gerrit is onderdeel van het team, onder aanvoering van coach Marja. Maar die heeft op het plein achtergelaten. Waar zijn we nu? We zijn nu bij boer Evenhuis. Dat is die boerderij uit Dommerhof. En daar hadden we dus graag een paar koeien weggehaald. Ja, lijkt niet moeilijk. Want nee, koeien heeft iedere boer. Ja. Zeker de bekendste ijsboer van de Borculo. Nou, er zijn hier koeien. Ja, ja, maar ik heb hem gevraagd, maar vraagt hem zelf maar hoe hij erover denkt. Durf je niet te vertellen? Ja, nou, ik durf het wel. Maar hij zegt, die koeien die moeten tussen 6 en 7 gemelkt worden. En dan wil ik ze niet op de markt hebben. Ik wil er niet meer in de wagen naar de markt toe. Dus we moeten wel anders zoeken naar teels en zo. Ja, en het tweede probleem is natuurlijk, het is dan melktijdboer. Maar dit zijn ook binnenkoeien die u heeft, hè? Ja, dat klopt. Ze komen natuurlijk sowieso nooit buiten. Dus, ze worden met een robot gemolken. Dus ze zijn ook, dag en nacht zijn ze gewoon hier binnen. Dus ze zijn ook sowieso niet gewend om naar buiten te gaan. Überhaupt zijn ze een halter en een kok zijn ze dan niet gewend. Dus nee, dat komt niet goed. Dus we kunnen ze niet meekrijgen. Eigenlijk zijn het wilde koeien binnen. Wilde binnenkoeien zijn het eigenlijk. Het zijn geen wilde koeien. Alleen ze komen nooit buiten. Ze komen nooit buiten. Dus ze zijn niets gewend. Nee. En ik denk dat je sowieso een heel groot probleem hebt. Want je zit sowieso met ziekte eventueel. Dus ik denk dat heel veel boeren gewoon zeggen van, gaat niet gebeuren. Nee. Plus dat heel veel, wat net al gezegd werd, dat je onder de overstijd zit. Ja. Nou ja, melken, dat kunnen we even leren natuurlijk. Ik wil die leren. Ja, maar Jan. Van die sierkoeien en zo. Ja, dat is niet zo mooi hoor. Daar gaat Borculo niet voor. Borculo gaat voor echte koeien. En we hebben ze hier. Ja? Ja, we hebben ze hier. We hebben rode. We gaan het gewoon proberen. We hebben hier prachtige koeien. Maar u wil het echt niet. Geen vakant. Nee. Ziektes, andere zaken. Wat zou er gebeuren als we ze meenemen? Ja, dat gebeurt gewoon niet. Nee, maar ik bedoel, wat gaat er mis dan? Nee, ik loop gewoon het risico niet. Nee. Ik kan wel zeggen, we doen het en daarna hebben we vooral een gebakkelei en gedoe. Ik zeg gewoon nee, klaar. Nee, het gaat echt niet lukken. We moeten andere koeien vinden. Ik denk dat we dan dus buiten koeien moeten vinden. Nou, ik denk dat we of droogstaande koeien moeten vinden die zeg maar buiten lopen. En daar wordt misschien wel een probleem mee, veel met ziekte. En anders toch iets van zoogkoeien of zoiets. Ja. Zulke koeien, die jonkjes hebben. Dat is misschien de eerste kans, die jonkjes hebben. Ja. Ja. Gerrit, we moeten verder zoeken. Ja, er zit niks anders op. Het is jammer, maar ja, helaas. Mijn koptelefoon is uitgevallen, ik hoor niets meer. Maar je stapt er, Marjan. We gaan verder, we gaan andere koeien zoeken. Hoop dat het lukt. Het zijn zulke mooie boeren. Toch? Ja, we kunnen ze best gebruiken. Snap ik. Oké, nou, we gaan verder. Marjan, je hoort nog van ons. We moeten op zoek naar koeien. Ja.